Polen, Krakau. Een stad met tal van bezienswaardigheden en evenementen, waar het fijn vertoeven is als toerist. Krakau heeft ook een boeiend nachtleven, waar de bezoeker zeker zijn gading vindt. Polen is ook een zeer rooms-katholiek land. Verschillende pausen zijn dan ook verkozen geweest vanuit het land. Regelmatig worden er religieuze evenementen georganiseerd en houdt men zo het rooms-katholiek hoog in het vaandel. Maar er is ook een donkere periode geweest in Polen, tijdens de bezetting van Nazi-Duitsland. Op vele plekken worden dan ook ceremonies en conventies gehouden om de oorlogsslachtoffers te eren en te huldigen. Zo wordt de onderdrukking van Nazi-Duitsland nooit vergeten. Panie marszałku, pytanie, jak pan chce zobaczyć to, co działo się w Auschwitz na własne oczy i czy nie pomagają w tym nowe technologie? Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie. Heel het land is dan ook bezaaid met herdenkingsplaten en monumenten. De emaillefabriek van Oskar Schindler is vandaag voor een groot gedeelte omgebouwd tot een museum dat men kan bezoeken tijdens de openingsuren.
De namen van de mensen die Oskar Schindler heeft gered van een gewisse dood staan geschreven op grote rollen die als het ware in een waas verdwijnen. Niet ver van de fabriek staat nog de villa die hij toen bewoonde. Er zijn plannen om deze te renoveren en er een waardig museum van te maken ter ere van Oskar Schindler. In het oud-Joods kwartier wordt er een ceremonie gehouden ter herdenking van de gedeporteerden naar de uitroeiingskampen. Oud gedeelte van Krakau vinden we nog steeds de pittoreske winkeltjes en zakenpanden. Hier vinden we dan ook een oude synagoge en kerkgebouwen die in harmonie naast elkaar staan. Aan het kerkhof staat een monument om al de slachtoffers van de Holocaust te herdenken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vernielden Duitse soldaten een groot deel van de oorspronkelijke begraafplaats. De soldaten gebruikten veel van de grafstenen voor het verharden van wegen en verkochten waardevolle materialen. En ontheiligden de grond die voor de Joden zo belangrijk was. Ondertussen is de deportatie in volle gang.
Er worden etnische groeperingen en Joden van over heel Europa ontheemd en afgevoerd naar de concentratiekampen. De vele kleine stationtjes waar mensen van zijn vertrokken richting de dodenkampen liggen er nu vervallen en troosteloos bij. Aangekomen in Auschwitz I, een door de Duitsers in beslag genomen Poolse kazerne, die werd aangepast tot een concentratiekamp voor 20.000 personen, worden de gevangenen onderverdeeld in hun blokken. Duizenden slachtoffers werden hier gefusilleerd. Al hun gammele bezittingen worden hun ontnomen. En al gauw begint de nachtmerrie voor deze in het nauw gedreven mensen. Folteringen en vernederingen zijn schering en inslag. En al gauw zijn de eerste publieke executies aan de orde. Protheses, potten en pannen, valiezen en schoenen zijn de stille getuigen van de wreedheden die zijn gebeurd in de kampen. In deze gaskamer gingen ongeveer 300 personen. En de ovens deden 340 crematies per dag. Door de beestachtige behandeling wierpen velen zich op de hoogspanningsprikkeldraad om zo verlost te zijn van dit mensonmatig bestaan. Het kamp Auschwitz II-Birkenau werd gebouwd einde jaren 40 en werd het grootst bekende dodenfabriek van Polen. Met op het einde meer dan 1,5 miljoen slachtoffers. In 1944 telde dit kamp nog meer dan 90.000 gevangenen, waaronder Polen, Roma en Sinti, Sovjets en andere onschuldige mensen. Aangekomen op het kampperron worden ze afgesnauwd en geslagen door de SS-mannen die de mensen opjagen met hun honden. Mannen, vrouwen en kinderen worden gelijk gescheiden door de sadistische bewakers.
Even verder staat de engel des doods, dokter Mengele, die met zijn paradezweepje van links naar rechts wijst waar mensen moeten lopen. Links is de dood en rechts is goed genoeg om te werken. Dit was echter uitstel van executie. De meeste vrouwen en kinderen, als ook zwakken en de ouderlingen, die gingen direct richting de gaskamer. En die kon heel vaak de toeloop niet verwerken van het juist aangekomen transport. Velen zaten radeloos en onwetend te wachten aan de rand van het bos tot het hun beurt was. En ze uiteindelijk de dood in de ogen moesten zien. Tegen dat het perron was ontruimd van persoonlijke goederen en achtergelaten zaken, waren de meeste mensen al vermoord. Het kamp Birkenau bestond uit 300 primitieve houten barakken waar mensen werden opgehokt als beesten. In deze ruimte ontkleedden 1000 niets vermoedende mensen zich, alvorens ze zich verderop in deze plaats de gaskamer moesten betreden. Van ieder nieuw transport werd er 70-75% onmiddellijk vergast. Tot op de dag van vandaag bevindt zich in deze poel de assen van duizenden vermoorden. Enkele eenvoudige gedenkstenen laten ons dit niet onopgemerkt voorbij gaan. In deze stenen barakken was er geen sprake van enig comfort. In lagen van 3 en 5 naast elkaar had je nauwelijks plaats om je te bewegen. En lag je toevallig onder een rij en de bovenste had dysenterie, dan was je nog niet aan je proefstuk toe. Al gauw heerste er tyfus en andere ziekten in de barakken. Aan de wasbarak stonden soms winter en zomer ellenlange rijen, wat de mensen de moed ontnam om hun persoonlijke hygiëne te verzorgen. Daardoor was het kamp na geruime tijd vergeven van schurft, syfilis en andere aandoeningen.
In deze barak, blok 16A, werden de kinderen geplaatst. Medegevangenen hebben dan ook deze barak wat opgesmukt met tekeningen en wat schilderwerk, om zo de angst en eenzaamheid wat te vergeten. Op veel van deze kinderen werden ook verschrikkelijke experimenten gedaan door dokter Mengele en zijn staf. En ook tienduizenden Polen, Roman en Sinti, als ook Sovjetburgers en andere etnische groeperingen, vonden hier de dood. Meer dan 13 kilometer prikkeldraad, 10 kilometer kampwegen en 2 kilometer treinspoor. Met maar één doel: mensen vermoorden. Dat dit zich nooit meer herhaalt, deze gruwel van de mensheid.